Het is juli, een nieuwe maandvlog en ik ga aan de naai. Vorig jaar heb ik deze jurk genaaid, maar ik moet natuurlijk weer een nieuwe blog maken voor Bernina. En ik zag in de Fiber Mood echt een hele leuke top staan, zie je hem? Deze, en ik vond ook, nou ja, dat gehaakte broekje erbij is ook schattig. Nou, niet dat dat mij zal staan. Daar heb ik dan weer net iets te grote dikke billen voor. Maar het is wel een heel leuke combi. En ik heb deze, ja wat is het, het is heel lekker stofje. Dus ik dacht, voor zo'n blouseje is het wel heel fijn. Dus dat ga ik maken. Dus daar ga ik jullie in meenemen. De plannen zijn gewijzigd. Ik ga de Simone voor Elke maken. Want dit broekje vind ik ook heel leuk om voor haar te haken. En voor mezelf is dat een beetje, ja, daar ben ik een beetje te oud voor. Dus voor haar is het nog wel heel leuk. Dus ik ben het nu aan het uittekenen. En ik ben heel blij met de patronen van dit blad. Want er staan echt niet heel veel lijnen op. Dus het is heel duidelijk om uit te tekenen. En dan zie je precies welke kleur je moet hebben en welke maat. Het gaat van XS tot XXXL. Dit is stap 1, het uittekenen. Ik heb alles op de stof gelegd en daarna knipt. En dan kan het echte naaien beginnen. Super handig dat je de beschrijving ook gewoon op je computer kan vinden. En dan helemaal stap voor stap dat het wordt uitgelegd. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat ga ik helemaal volgen. Ik ga het dus ook echt doen zoals het beschreven staat. Meestal doe ik mijn eigen ding, maar nee, ik ga het nu echt stap voor stap doen. Even spoelen. En ook de draadinrijger is zo fijn. Zeker als je wat ouder bent. Dat je niet te pielen met kleine naaltjes. Dus dit doe je om beneden. Draad hier omheen en dan heb je hem er zo in zitten. Ideaal. En om een naaioppervlakte groter te maken, schuif ik nu even deze eraan vast. Hij klikt. Dus nu heb ik een groter werkblad en dat is heel fijn. Ik gebruik nu de steek nummer 10. En dat is de dubbele overlock. En dan heb je gewoon een heel mooi afgewerkt randje. Dus hij stikt en hij werkt gelijk af. Super handig. Dus je hebt eigenlijk geen lokmachine meer nodig. Een lokmachine snijdt het hem dan nog wel. Maar gewoon met deze naaimachine kan je dat dus ook. Ik heb de hals met een heel leuk steekje afgewerkt, vind ik zelf. Het zijn soort blaadjes. Maakt het toch weer net even leuker. Ik had een paar voorbeelden met Elke uitgezocht. Eventjes geproefdraaid. Nou, deze zijn dan een beetje te opzichtig. En die blaadjes zijn wat subtieler. Dus we hebben er gekozen voor. De blaadjes zijn 113. Dat is de steek. De eerste voorland zit eraan. Het stuk zit er nu ook aan. Dus nu de tweede voorland. En dan nog de mouwen. En dan is die al snel klaar. Randjes heb ik dus nu ook hier aan zo gedaan. Maakt die toch net iets liever. De mouwen zitten eraan. Maar Elke moet eerst even passen. Om te kijken wanneer ik de dan pas ga ik de zoom erin maken. Vandaag maak ik een pokeball met geraspte worteltjes, sushi rijst, sojabonen, zeewiersalade, gerookte zalmsnippers, rode peper, uitjes, lenteuitjes en avocado. Dat gaat er allemaal in. Eigenlijk hoef je alleen de rijst te koken en de rest snijden en dan kan je het eten. Ada, ik heb een oplossing voor je. Je haakt draadjes afwerken en ik heb de cloud gepakt. En ik ben daar gewoon een vest mee aan het maken. Hetzelfde vest als dit vest. Oh, zo fijn hè, wieltjes onder je stoelen. Kijk, dat vest, dat wordt nu ook in het blauw. Deze gave bol cloud. Andersom, de cloud. Echt, al die blauwtinten zitten erin. En ik dacht gisteren opeens, wat ga ik ervan maken? Weer een trui? Of toen dacht ik, dat is toch super leuk. Heel handig, want je begint te haken. Dus daar heb je één draadje. En aan het eind haak je ze gelijk aan elkaar. En dan heb je aan het eind één draadje. Dus je hebt twee draadjes per granny. Dat scheelt. Dus dit, ik vind hem heel leuk. Al die blauwe tinten. Ik weet nog niet of ik hem heel lang ga maken. Of juist een kort jasje. Misschien met boorden. Maar ik ben nog een beetje aan het nadenken. Maar goed, dit is alvast een mouw. Nee, nog niet helemaal. Er moeten er nog drie aan. En dan heb ik een mouw klaar. Dus dit is weer een heel leuk idee om met de cloud te doen. En de cloud is er in 12 verschillende kleuren. 4 nieuwe kleuren. Dus dit kan je ook met de andere bollen doen. Mijn mouw, mijn eerste mouw is af. Hij zit gelijk helemaal aan elkaar. Super handig. Hoef je niet al die granny's te laten liggen, maar maak je gelijk je vest.
Mouw 1 is af. Ik heb hem nu gelijk helemaal aan elkaar gezet. Ik ben nu granny 10 bezig en dit heb ik nog over. Dus je gaat meer dan, nou goed, ik moest allemaal in ieder geval bijhouden hoeveel granny's er uit één bol gaan. Noah heeft het ijsjesvestje gepast. De lengte is keurig. Nou, de mouwen er nog in. Dat is wel handig, hè? Dus straks een ijsje gaan eten. Mag dat? Nadat hij gepast is, heb ik nu ook de mouwen erin gezet. En nou is die af. Eindelijk is het vestje af. Een paar mooie foto's maken. En dan ga ik hard aan de slag met het patroon. Wat super leuk is dat ik nu de socials doe van Langyarns. En dat ik nu ook heel veel bolletjes ontdekt. Ik heb echt... Nou jongens, dit is echt mijn kleur, toch? Kijk, en het is pluizig. En ik wilde al een beetje zo'n kleur voor een nieuw vestje. En dat heb ik even geprobeerd. En ja, van Langyarns, nieuwe garen. Het is 60% alpaca en 37% midden. En kijk, dit is het, de kleur. Ik heb even een stukje geproefbreid. En dit zijn allemaal andere kleurtjes. Ook zo lief en mooi. Dus ja, ik ben helemaal verliefd op Enya. Ik vind de muziek van Enya trouwens ook leuk. Maar dat is een bijzaak. Ik moet ze even laten zien. Ik heb nieuwe All-Stars. Ik ben al helemaal even gek op All-Stars. Ik ben op weg naar Goes om te werken. Ik heb een overleg zo meteen. Dus ik moet even opschieten. Ik moet even vertellen. Mijn eerste All-Stars waren roze. En toen ik... Toen we net kinderen hadden, hadden we niet zo heel veel geld. Dus toen ging meestal alles naar de kinderen. Toen ging ik werken. En toen heb ik van mijn volgens mij wel een van mijn eerste salaris heb ik roze All-Stars gekocht. Dus toen, het loopt heerlijk. Ik vind ze zo leuk. En nou zag ik deze. Daf tipte me eigenlijk All-Stars met bloemetjes. Dus die heb ik nu aan. En ze lopen heerlijk. Maat 40 past altijd bij All-Stars. En ik heb laatst lagen gehad, vind ik toch minder fijn. Dus ik blijf me vasthouden aan de hoog All-Stars. En ook al ben ik 53, ik vind gewoon dat het kan. Van de week ook nog een mevrouw, die zei ik pak altijd de veilige kleuren. Ik durf het eigenlijk niet. Ga eens uit je comfortzone. Doe eens iets wat je niet zo gauw zou doen. Maakt het leven echt leuker. Geloof mij. Luister naar juf Sas. Zo leuk om eens gelijk weer aan elkaar te haken. Dat vind ik wel het voordeel van de cloud. Dat je ze gelijk aan elkaar kunt haken. En dat je dus je vest ziet groeien. En kijk hoe leuk. Echt, de Frida past helemaal bij deze kleur. Dus ik ga er denk ik een soort muts of zo. Of sjaal. Dan goed. Dan moet ik nog even kijken. Maar... Ik heb natuurlijk in mijn boek ook nog met Frida gewerkt. Dus even kijken of ik die patronen kan gebruiken. Maar mooie combi, toch? Kijk nu, weer een superset van Nora. Net op tijd voor het warme weer. Het is heel lekker vallend stof. Het is een broek en een blouseje. Dus het is een korte broek met een blouseje. Er zitten zakken in. Het is eigenlijk net zo lekker als dat... hele pak wat ik toen had met allemaal roosjes erop. Dit is een beetje de zomerse variant. En ik ga je laten zien in een reel hiernaast hoe je hem allemaal kunt stylen. Ik heb net buiten zitten haken, nog even verder zitten haken. Mijn tweede mouw komt er nu ook aan. Jeroen zei, je moet hem wel een beetje langer maken. Ja, duh. Maar hij is wel heel grappig in hoe die overloopt.
vind het echt wel een heel leuk idee van mezelf, moet ik eerlijk zeggen. En nu ga ik eten koken. Naar de pipingoes. En de gele jurk uit de vorige vlog heb ik nu ook in het blauw. Het is echt zo'n fijne jurk. Ik ga het even in de spiegel van de deur laten zien. Kijk, zo staat hij. En ook deze heeft weer zakken. Echt een hele fijne zomerjurk. Nu heb ik het blauwe topje van Nora eronder. Dat kantje, dus dat staat netjes. Maar ik ga werken, anders ben ik weer te laat. Code dojo. Ja, en heb je echt een leuk winkeltje met langjarns en wollen dicks. Ben ik eventjes binnen geweest. Ik laat je even zien hoe leuk ze de wollen op kleur heeft gesorteerd. Dat is echt wel heel grappig. Dus mocht je een keer in Goes zijn, dan moet je dat even binnenlopen. Ik ben het broekje voor Elke aan het maken. En ze heeft het van de week gepast. En op zich is de omvang goed. Dus ik ga hiermee verder. En wat ik ook kreeg, na afsluiting van een project met Scalda. Dat is een mbo-school in Goes en Vlissingen en Terneuzen en overal in Zeeland. Een no paper notebook. En dat vind ik echt super leuk. Er zit een pen bij. Met een soort, wat is het, filterstiftje. En dat zijn dus een opschrijfboekje. Waar je dus allerlei dingen in kan schrijven, maar ook weer aan kan uitgummen. Dus dan hoef je niet steeds weer papier te gebruiken. Je kan het dus met een hele natte doek een hele pagina uit dingen. Maar je kan bijvoorbeeld ook alleen een woordje. Ik zit nu weer met links, toen ik ben rechts. Ik zit met rechts te filmen. Een woordje uitgummen met de gum. Dan kan je er weer overheen schrijven. Dus ja, het is een heel handig notebook. Het is een geschenk met verhaal. Een eindeloos notitieboek voor je eindeloze ideeën. Nou, een echt jufsasboek. Een brief van het UWV. Dat mijn stapbudget is goedgekeurd. Heel leuk. Het is 1 juli ging die open om 10 uur. Nou, ik heb gelijk ingelogd. Ik moest wel 40 minuten wachten. Maar ik heb me aangemeld voor een training SEO. Search Engine Optimization. Dus eigenlijk een zoekmachine optimalisatie. Dus dat ga ik binnenkort leren. Vind ik leuk voor mijn werk, maar ook voor jufsas. Hoe je beter zichtbaar wordt in binnen zoekmachines en et cetera. Ik weet er wel iets vanaf. Het is altijd goed om er meer vanaf te weten. Het was geloof ik ook binnen 2 uur al helemaal weg, het budget. Dus ik was precies op tijd. Nou, is toch mooi. En mijn granny vest wordt steeds groter. Ik ga nu de bovenkant even doen. Want hij zakt elke keer als je hem past, dan zakt hij zo af. Maar als je de bovenkant gehaakt hebt, dan blijft hij beter zitten. Ik ben nu met de 4e bol bezig met de cloud. Ik ga nog denk ik 1 rij met 8 grannies halen. Maar dan is het op. Dus ik weet niet of ik er een kort versje van hou. Of dat ik nog een paar bollen even erbij haal. Dat die dan toch net zo lang wordt als dit vest. Dus dit is nog eventjes kijken wat ik ga doen. Maar hij wordt wel heel leuk in het blauw. En iemand zei het staat ook leuk bij je bril. Had ik nog niet eens aan gedacht. Het staat zeker leuk bij me. Bij mijn blauwe bril. Ja, en wat ook nog heel leuk was. Ik heb vanmiddag allemaal foto's gemaakt voor langjarns met van de wol en zo. En ik dacht, het wordt mooi weer. Dan ga ik met een bolletjes en dan een leuk ijsje maken. En gisteren liep ik in Goes. Ik denk, ja, waar haal je nou een hoorntje vandaan? Ik denk, nou, ga het gewoon bij een ijsboer vragen. Dus ik bij de ijsboer gevraagd bij churros.nl. En ik zeg, ja, een hele stomme vraag, maar ik ben op zoek naar een hoorntje voor een Instagram foto. En ik wilde best voor betalen. Toen zei ze, nou, ik heb er net 1 liggen. Die was afgebroken, die kan ik niet meer verkopen. Dus die mag je zo meenemen. Dus dat was heel lief. En zo is de foto geworden. Nou heb ik de bovenkant dus gedaan. En nou blijft die dus wel heel handig, heel mooi zitten. Het is een beetje donker, maar je kan het zo en zie je nog natuurlijk een randje aan en een dingetje aan. En dan valt hij in ieder geval al beter dan net. Zo ziet hij er dan uit. Dus ik moet er nog een paar toeren onderaan. Dan wordt hij iets langer. En ik ben nu bezig met mijn 4e bol. Ik denk toch niet dat ik nog 1 toer met 8 grannies ga halen. Dus ja, met 4 bollen haal je net niet een kort vestje. Dat is wel jammer. Maar goed, was even uitproberen. Even achter de naaimachine. Elke die heeft het gepast. Het blouseje gepast. En ik heb de mouwen waren echt wel een beetje te lang. Dus heb ik een stuk afgeknipt. En nu omgezoomd, gespeld. En dan kan ik het nog even zoomen. De laatste zoom in
de zoom in de onderkant ook nog even en dan is die af. Dan ga ik naar bed, want ik heb al 2 nachten heel slecht geslapen. Dus ik moet even weer een beetje bijslapen. Ik heb hem net nog even gestreken. Maar nu zie je dus ook dat de... Ja, echt heel mooi gestreken heb ik hem nog niet. Maar het is een beetje moeilijk met al die plooitjes. Maar nu zijn alle naadjes erin en nu is die helemaal af. Ik vind het blij. Morgen, het is maandagmorgen en ik heb ietsjes beter geslapen, maar nog niet echt heel lekker. Dus, maar ik ben aan het werk en tussendoor allemaal juf Sas mailtjes van mensen. Echt grumpy word ik er een beetje van. Ik kan het patroon niet opslaan. Ik weet niet waar het patroon is. Het staat er op downloaden. Ik snap het niet. Krijg ik een mailtje van mevrouw Dix. Ik heb het uitgeprint. Nu kan ik het filmpje niet vinden. Dus ik stuur het filmpje van Truisolij, zegt ze. Het is het verkeerde filmpje. Het moet Signe, Truisinje en Solvee zijn. Ik wacht af, staat er dan ook onder. Dan krijg ik helemaal de kriebels. Hè. Dan denk ik, jongens, doordat jij het niet opslaat, leg je het probleem weer terug bij mij. Dus dan kan ik... Kijk, als ik niks doe, dan ben ik de arrogante juf Sas. Dus ik blijf heel vriendelijk. Hierbij het filmpje van sorry, er zoveel met Solij. Dus ik had eventjes in tussendoor tussen mijn werk. Even geen erg in. Dus ik stuur weer de link. Maar ik ook van sla het voortaan op. Dan heb je het altijd. En dan denk ik jongens, de digitale wereld. Daar leven we nu al in. Hè? Je kan niet meer zeggen ik ben er niet van. Als je het niet snapt, ga naar de bibliotheek. Gratis klik en tik cursussen. Leer je wat een URL is, dan leer je hoe je dingen moet downloaden. Iets is opslaat op je PC of op je telefoon. Want ook in een Apple telefoon kan je dingen opslaan. Dus ga naar de bieb. Ga een klik en tik cursus doen als je niet zo digitaal vaardig bent. Echt. We gaan alleen nog maar naar meer en meer en meer. En als je nu al door de bomen het bos niet ziet, dan... moet je er echt even wat aan doen. En ik snap dat als je 86 bent, dat je daar geen puff meer voor hebt. Maar als je rond de 50, 60 bent, dan moet je daar nog wel wat mee doen. Dus ik pleit ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ik ben nu ook met AI bezig, Artificial Intelligence. Mijn website draait daar ook op. Alles draait daar eigenlijk op. Online shoppen draait erop. Dat jij weer een aanbeveling krijgt van dit zal je vast ook leuk vinden. Artificial intelligence zit overal en het wordt alleen maar meer, oh ja, auto's die rijden, tomtoms, die weten precies waar je bent. Dus geloof me, ga erin mee en zeg niet, ik ben er niet van, je moet wel. Straks is alles digitaal, ook de belastingdienst, ook waar je dingen moet aanvragen. Dus... als je mee wil gaan en niet meer moet met je handen in het haar wil zitten. En soms lukt mij dingen ook wel niet hoor. Maar dan ga ik het uitzoeken. Google. Ja. Ga ik zoeken. Hoe moet het? En dan vind ik het. Ja. Het is maar een beetje hoe nieuwsgierig je bent denk ik dan altijd. Nieuwe kerk. Even boodschappen gedaan. En dan rij je nu door naar Noord-Gouwen. Naar Mo en Moor. Echt landelijk gelegen. Bij een boerderij. Goedemorgen. Ik zit weer op mijn favoriete stekkie bij de caravan. We zijn gistermiddag, Jeroen kwam uit de nacht, is doorgereden, nieuwe kerk boodschappen gedaan. En ik had al heel lang op mijn lijstje staan dat ik heel graag in Noord-Gouwen eens een keertje bij Mo & Moor langs wilde. Een wolwinkel die ik op Instagram wel eens voorbij zag komen. Ik dacht, nou, dat is op het eiland. Dat ligt en vaak als we in Nieuwe Kerk boodschap hebben gedaan, dan rijden we bovenlangs. Dus dan ontwijken we Zierikzee en dan rijden we via Noord-Gouwen of Schuddebeurs. Ik weet niet precies alle plekjes. Maar dan kom je daar zo bovenlangs bij Burghaamstede uit. Dus ik had Monique een berichtje gedaan van het weekend. Ze is eigenlijk alleen vrijdag, zaterdag en zondag open. Ik zou maandag uitkomen. Toen zei ze, ja hoor, ik ben er. En dus ik heb met haar geappt. Dus ik heb geappt toen we in Nieuwe Kerk waren. We komen eraan. Ze hebben een boerderij en op het erf hebben ze een schuur verbouwd. En dat is nu de winkel waar ze ook workshops geeft. En volgens mij ook een brei in heeft. Dus dat met z'n allen heerlijk zitten te breien in de tuin en zo. Hele leuke gesprekken gehad
Mooie winkel, mooie bolletjes. Leuk om elkaar te ontmoeten. En nu zit ik op mijn favoriete stekkie. Jeroen is fietsen, die zei ga je mee? Ik zeg nee, ik doe even een rustig lui dagje vandaag. Lekker boek lezen. Misschien zo nog even een beetje yoga. Mijn nek zit aardig vast. Heb ik eigenlijk te weinig gedaan de laatste tijd. Dus even adem in, adem uit. Even bijkomen. Dus dat ga ik nu ook doen. Dus de telefoon gaat nu weg. Ik ben begonnen met de Phoenix. Ik heb alleen geen rondbrei naald, dus dat is niet zo slim. Dus alles zit op één naald, want ik brei voor- en achterpanden van het vest in één keer. Maar dit is dus de Phoenix. Ik zal hem eens even als bol gaan laten zien. Ik heb hem nu in 5 kleuren bij me. En 100 gram zit 270 meter op. En het is wol, 93% wol en 7% nylon. Dit zijn de kleurtjes, de andere kleuren. Bruin, geel, groen en een beetje... Zeegroen. Jade, zeegroen. Geen idee. Maar jade denk ik meer. Dit is een nieuwe wol. En ik ga er eens wat mee maken. Ik wil een beetje een soort Yvonne Jaspers vest ervan maken. Dus ik ga kijken hoe en wat. Ik ga denk nu met bruin beginnen. Dus het is een beetje een proef. Maar ik vind het al wel, het is wel heel erg zacht. Super zacht. En het is lekker fluffy en daar hou ik van. Ik brei het met breinaalden 8. Oh ja, 8. Gevonden in de zee. 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 Zee is Amsterdams. Gevonden in de zee. Zee. We zijn bijna winkel gevonden. Het is een beetje stil met de wind. Dat maken we niet vaak mee hier op het strand. Meestal waait het heel erg. Dus ja, goed, het is een beetje heilig. Ik ben nu al verder met groen gegaan en ik brei het natuurlijk in één stuk, dus dat is best wel even een hoop op je breinaalden. Ik had beter zo'n rond breinaald kunnen pakken, maar goed, die heb ik nu niet bij me. Maar hij wordt leuk, toch? Hij is echt, ik wou dat je het kon voelen, maar hij is echt zacht. Ook hier gehaakte toppies, eigenlijk op dezelfde manier als mijn trainer. Is er een jarig, hoera, hoera. Met een broodje haring. Met in Renesse, druk Renesse. Wel in de zon. We zitten weer bij een andere strandtent, de Zwaluw. Iets meer richting Renesse. Dat was lekker een strandtent. De test, ja precies. We hebben een lekker biertje. Een Afrika blond. Ook lekker. Van Zandvoort en Helder. Gaan we dat doen? Ja, mag wel lopen, hoor. Ook beter vast tot. Ja, dat is leuk. Goed idee. Ik mag op deze twee kleine snoesjes passen dit weekend. En ze zitten me al op te wachten. Dus ik ga ze gauw even begroeten. Kijk dan. Is dat? Ben jij? Oh, Pippi. Hey. Mes, mama. Kan ik hier nog water in je bed? Ja. Voor de lengte? Ja. Oh. Ja. Wat een hottie, hè? Hottie is een hottie. Morgen, het is maandag en het weekend is weer voorbij. En ik ben nu in Kruidingen, ga zo een presentatie geven. Of in ieder geval een workshop met Lees Media Consulent. En het was best wel weer een druk weekend. Suus kwam vrijdag. Het was wel heel gezellig. Even weer lekker bijkletsen over hun vakantie. En zaterdag met z'n allen de fotoshoot. Dus dat was eerst met z'n allen gegeten. In de tuin. Het was natuurlijk heerlijk weer. En toen naar Holsteren bij de Berk. Eigenlijk daar in het bosgebied heb je ook een stuk water en zand. Dus... ja, het was mooi licht, dus ik ben heel benieuwd naar de foto's. Het was heel leuk. Dus kunnen we er weer de komende jaren tegen. De vorige foto, want die was heel... Er staat alleen Anton op. En inmiddels is er natuurlijk is Micha erbij, is Dennis erbij, is Elke erbij, is Noah erbij. Dus 4 nieuwe gezinsleden die er nog niet op stonden, maar er nu wel op staan. Dus we waren... Ja, het is wel grappig als je daar zo staat... Ja, je bent met z'n tweetjes begonnen en dan heb je een heel gezin met 10 mensen. Dat is wel heel bijzonder dat dat zo is. En ja, stuk voor stuk zijn het leuke mensen. Dus dat is ook mooi meegenomen. En nu ga ik lekker werken. Het wordt warm vandaag, morgen ook warm.
Dus maar een beetje rustig aandoen. Niet te gek. Ik kom weinig aan haken, breien of van alles toe. Als het zo warm is, heb ik daar ook niet zoveel zin in. Ook niet in wandelen en zo. Ik bedoel, de zomer ben ik eigenlijk hartstikke loom. Komt er niet zo heel veel uit mijn handen. Dus het kan beter iets minder zijn. Ik bedoel, de lente, herfst vind ik altijd heerlijk. De zomer zelf, ik weet niet. Het is misschien... Ik heb wel vannacht bijna Phineas Feest uitgelezen van Sophie Tak, een boek. In het begin moest ik heel erg wennen aan haar schrijfstijl. Toen dacht ik, dit ga ik niet uitlezen. Toch even doorgezet. Dus het eerste verhaal over Hilmar moet je even doorzetten. En dan is het wel bijzonder wat een zoon die anders is dan anders. En wat dat gedaan heeft met het gezin. Dat heeft ze mooi beschreven. Dus ik ben nu bijna nog iets van 30 bladzijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het afloopt. Ga ik vandaag of morgen uitlezen, hoop ik. Maar nu ga ik werken. Zaterdag hebben we de fotoshoot natuurlijk gedaan. En vandaag, op maandag, komen al de previewfoto's binnen. En echt, het zijn er 343. En daar moeten we dus een aantal uitzoeken die we leuk vinden. Maar ze zijn echt bijna allemaal leuk. Dus ja, hell of a job. Maar je kan al een beetje zien. Kijk, met heel de families zijn foto's genomen. Met alleen de vrouwen, alleen de mannen. Op de hei. Hier springen we. Die is een van de grappigste foto's. Waar we echt als een idiote familie op staan. In feite zijn we dat ook wel een beetje. Hier hebben we met de kleinkinderen. Ook superleuk. Hier hebben we, hoe heet het? Silhouetten. In het water. We hebben ook nog met onze voeten in het water gelopen. En hier komen wij, saampies. Ik heb zelfs gedanst met Jeroen. Kijk, dan draai ik pirouetjes. En ook onze silhouet. En dan komen de kleinkinderen. Dan hebben we een Anton komen er. Dan, dan moet ik het zo laten zien. Dan zie je het voorbij komen. Daar Suus en Dennis, Saampies en Jens en Elke. Nou, toch te leuk. Dat was het. 343 foto's. En nu de leukste eruit zoeken. We hebben het wel echt super getroffen met de fotoshoot. Het was geweldig licht, geweldig weer. Iedereen was er. Dus, nou ja, goed. En dat zie je ook wel echt aan de foto's. Echt leuk. Aan denken om nooit te vergeten. Altijd leuk. En ik denk dat we de komende 10 jaar nog geen shoot meer gaan doen. Maar we hebben in ieder geval deze foto's. Kijk, ik heb mijn eigen airco gisteren gevonden bij de Action. Nou, hoe duur was die? 2 zoveel? Water erin. Batterijen erin. En dan zet je hem aan. En kijk, hij verfrist. En heerlijk verfrissend zo. Grappig is dat er dus hier een dingetje zit. En dat... zo. En dan is het heel verfrissend. Niet zo handig als je een bril hebt. Want nu zitten mijn brillen al aan. Maar dit is dus gewoon voor een paar euro. Mijn airco vandaag. Ik heb plekken. Ik ben aan het werk. Ik ben een cursus. Ik zal hem even uitdoen. Ik ben aan het werk. Ik ben een cursus AI. Artificial Intelligence. Via Good Habits aan het doen. Die kan jij ook volgen. Als je lid bent van de bibliotheek. Dan kan je de cursussen van Good Habits volgen. En dat ben ik nu aan het doen. Want volgend jaar maart hebben we in Zeeland een AI-parade. Allerlei activiteiten rondom AI. De wereld zit vol met AI. Als je geïnteresseerd bent, je kan hem volgen via Good Habits. En ik lig gewoon heerlijk op de bank. Ik ga me niet te veel inspannen vandaag. Gewoon rustig aan. Dan kom je de hitte wel door. Zo, vandaag even het hele huis gedaan. Het was natuurlijk iets minder warm. Maar ik dacht al een paar weken, dat huis komt wel. Maar op een gegeven moment word ik er ook een beetje chagrijnig van als het overal vies is. Dus Jeroen heeft de wc's gedaan, boodschappen gedaan, gekookt. Ik heb het hele huis gestofzuigd, badkamer gedaan. Dus het hele huis is lekker schoon. Ik heb zelf ook alvast gedoucht. Maar gisteren zou mijn pakje bezorgd worden. En op een gegeven moment kreeg ik ook een appje, of in ieder geval een mailtje, dat hij bezorgd was. Maar hij zat niet in de brievenbus. Ik dacht, het zijn mijn nieuwe oorbellen. Ik dacht, ja, wat moet ik nu? Moet ik nou naar de post? Ik dacht, ik wacht nog een dagje. En nu kijk ik en nu zijn ze er wel.
Dus waarom ze dan al zeggen van ze zijn bezorgd en ze zijn het nog niet. Maar ik ga ze even laten zien van Pim's Impuls. En het zijn hangertjes. Geen idee of het leuk staat. Want ik denk dan al, ik heb een bril en dan ook nog van die hangers in mijn oren. Maar ik vond ze te leuk om niet te bestellen. Dus ik ga ze laten zien. Het is super verpakt. Een mooi doosje. Ook heel lief. Veel draagplezier, Saskia. Dit is Monique. En Monique heb ik ook al een keer echt ontmoet. Hele aardige vrouw die dit Pim's Impuls is begonnen. Handgemaakte sieraden uit Nederland. Dus het is gewoon heel mooi met allerlei mooie stenen. En ze heeft nu ook oorbellen. Veel van Pim's Impuls, maar oorbellen. En het was nu ook een actie dat je bij een bestelling ook een armbandje gratis kreeg. Kijk, de armband is in ieder geval erbij. En dit zijn de, als het goed is, zijn dit de oorbellen met steentjes eraan. Eentjes er open gegaan, dan hoop ik wel dat alle ringetjes, ja, daar is die. Dus je kan hier ook elke keer andere ringetjes aan hangen. Andere bedeltjes. Dus je kan zelf je oorbellen samenstellen. Ik kan zeggen, ik wil ze alle drie eraan. Of ik wil er maar één. Dus dat is heel leuk. Oh, het is even wennen. Ik heb natuurlijk nooit zo'n hangen, zo'n wat grotere oorbel. En ja, mijn haar zit nu sowieso raar. Maar zo zitten ze dus. Eindelijk weer eens haken. Vandaag kwamen er 3 bollen nog van de cloud binnen. Dus dan kan ik hem echt verder haken. Mijn 4e bol was nu bijna op. Ik heb hem net niet gered. In ieder geval met deze rij. Dus een kort jasje. Netflix is er ook een nieuw seizoen van Virgin River. Dus het is lekker haken en Netflixen. En de temperatuur is een stuk aangenamer. Nou, als kort jasje. Ik heb hem even over mijn joggingpakje aangetrokken hoor. Dus het ziet er ook niet uit. Maar als kortjasje ziet hij er zo uit. Dit is de lengte van als je dus een kort jasje doet. Ook leuk, want dan kan je hem zo dicht doen, is die ook leuk. Dus dit is ook een optie dat je niet een heel lang vest maakt, maar een korter vest. En dit is 4,5 bol ongeveer. 4 bol en nog een klein beetje. Nou, ik moet nog afwerken, dus dan zou je zeg maar 4,5 bol als je het ook nog afwerkt. Maar ik ga hem toch langer maken. Ik hou toch meer van langere vesten. Oh, het is nou zo lekker buiten. Windje en echt de lucht is hier altijd ook zo prachtig. Als dit nou de uitzicht is van je slaapkamerraam, dan voelt het toch altijd een beetje als vakantie. De grote kerk, dat is de grote kerk van Tholen. De haven en de mooie lucht. Het topje Simone is af. En ik heb er nog eventjes mijn eigen label opgenaaid. Een beetje een leuk effect. Ik ben ook al begonnen aan het broekje. Maar goed, dat is nog niet af. Mijn eerste kledingstuk op de Bernina. En hij is goed gelukt. Hij past op elke goed. Dat ondertussen, terwijl je aan het naaien bent, moet je ook vaak gewoon eventjes passen, meten. Ik heb alweer nieuwe ideeën voor een nieuw blog. Een collegaatje van mij is zwanger van een meisje. Dus ik wil daar ook nog wel leuke babykleertjes voor maken. En ik heb nieuwe stof besteld voor het najaar. Een beetje donkergroen met allerlei tintjes erin. Dus daar ga ik vast ook iets leuks mee maken. Ik ben ook alweer een stukje verder met mijn vest. Volgens mij nog 1 toer. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 7. Als ik 7 heb, dan is die lang genoeg. En dan nog even. Ik denk dat ik een boord aan ga haken. Zodat het niet zo wijde mouwen zijn. Dan heb je ook weer een beetje een ander idee van hoe je het vest zou kunnen maken. Maar leuk hè, in het blauw. Het wordt dus vervolgd. Mooi hè, mijn nieuwe oorbellen. Ik moest er even aan wennen, maar nu ik ze in heb, vind ik ze toch wel heel leuk staan. Ik vind altijd bril oorbellen best wel veel. Maar ach, je moet er even aan wennen. En het is een soort kerstboom, ben je dan gewoon een beetje shinen. Blijf vooral shinen. Aan de slag met deze leukerts. We zijn weer op de camping en het regent een beetje, dus we zijn op de veranda gaan zitten. Maar ik ben bezig met een nieuwe sjaal met de Glory van Woerden. Ik heb de sjaal ook al vorig jaar in het roze en het oudroze gehaakt. En nu heb ik deze kleur blauw. Ik dacht, dan maak ik hem nog een keertje. Het patroon staat in mijn 2e haakboek. Maak ik nog een keertje de sjaal, omdat het gewoon zo'n leuke sjaal is. En het, omdat het heerlijk zacht is om te dragen. Kijk nou, hoe leuk. In the winter.
Ook een leuk idee. Ik ga eindelijk weer eens schilderen. Het is er zo lekker weer voor. Ik heb alles neergezet en ik ga aquarellen. Ik heb al een hele tijd niet gedaan, dus ik ben heel benieuwd. Op naar de zee. Zo lekker gedobberd in de zee. Echt. De sjaal vordert. Sjaal Gloria. Hij staat in mijn patroon, staat in mijn tweede boek. Het weekend is weer voorbij. Vandaag weer naar huis. En wel alles schoongemaakt, opgeruimd. Want Jens en Elke gaan er lekker in. Die hebben vakantie nu. Dus die gaan lekker weer. En het was een beetje bewolkt, maar kijk. Hele blauwe lucht. Het waait wel, maar goed, dat is altijd meestal bij de zee. Dus ze kunnen lekker een aantal dagjes gaan genieten. En van het weekend ga ik lekker met vriendinnen. Dus een troela weekend, ook weer heerlijk. Het was gisteren precies 6 jaar geleden dat we voor het eerst hier gingen kijken. En eigenlijk binnen een week, we hadden het nooit over een caravan gehad, besloten hebben om een caravan te kopen hier. Jeroen kwam opeens thuis en die zei van nou, misschien wel leuk. En die ging kijken en toen zagen we deze. En we werden eigenlijk een beetje verliefd op de veranda. Zoiets van dat hoort wel. Ja, bedoel, staakcaravans vind ik meestal saai en niet zo mooi. Maar deze vonden we heel erg leuk door het verandaatje. En we zitten er ook best wel vaak. Dit was de meest impulsieve beslissing ooit, maar echt wel de beste aankoop ooit. We genieten hier zo echt elke keer weer. En we ontdekken elke keer weer nieuwe paadjes. Gisteren weer een fietspad ontdekt die we nog niet kenden. Aan een ander strandje gezeten. Nou, kortom, wat heb je nog meer nodig? Zon, zee, zand, water. Ik wist dat er iets ontbrak bij deze kleuren, bij deze 5 kleuren. En dat is deze! Ik kreeg hem gelijk met de klauwbollen binnen. En ik dacht, ja, die moet er nog bij. Tuurlijk, dat hoort nog net even bij deze knalkleur. Dat is toch te leuk, zo'n vest met deze kleurtjes. Meer sterren in de tuin, zegt Noah. Daar! Ze gaat op zoek. Ja, pak hem maar. Ja hoor. Daar in de boom ziet ze er nog één. Maar jij wilt het sterretje vast wel in heb haar ik al gedaan. En, zit hij goed? Ja. Oké, okay, draai eens om. Even een rondje draaien. Jee! Oké. Okay. Mijn eerste bloemstuk uit de tuin dit jaar met dahlia's, zonnehoed, kattenstaart en persicaria. Verschillende dahlia's zitten erin. Deze kleur, deze een beetje cappuccino-achtig en deze twee. Ja, toch te leuk. Vandaag is het weer haak aan, brei mee in Sint-Anna-land en we zijn lekker bezig. Een deken wordt er gehaakt en nog een deken en een sjaal. En ik ben met mijn eigen sjaal bezig. En Henny, wat ben je aan het maken? Ik ben nog wat inspiratie aan het zoeken. Juist. Genoeg boeken in de biep. Ja, het is troela weekend. En wat koop je? In de Renesse gewoon een winterjas. Oh, daar komt hij. Ik ben aan het vloggen, niet? Oh, hallo. Het is troela weekend. Hallo. Andere troela. Troela 2 en troela 3. 1, 2, 3. We gaan lekker wat drinken. We zijn weer thuis, met het afgezet door Aniek en Petra en we hebben een geweldige 2 dagen gehad met elkaar. Het was super leuk. We hebben vandaag het filmpje opgenomen. We hebben vorig jaar voor het eerst een filmpje opgenomen, een dansfilmpje. En we hadden zoiets van, zullen we de traditie voortzetten? En eerst hadden we van, gisteren hadden we nog het idee van de Dolly Dots. Doe a didi didi dam didi doe. Maar nou goed, en vanochtend hadden we opeens plannen om een keer een weekend of een paar dagen naar het buitenland te gaan. Dus volgend jaar willen we naar Ibiza. Dus toen kwamen we bij het liedje We're Going to Ibiza. Dus we hebben daar een heel grappig en leuk filmpje op gemaakt, vind ik zelf. Dus we hebben er heel veel lol om gehad in ieder geval. Dus dat filmpje komt nu. Dus ik geniet een beetje mee. Ik mocht het delen van ze. Ik heb het netjes gevraagd. Dus hier komt het filmpje, het echte, enige echte troela filmpje. Oh wacht, ik was iets te voorbarig. YouTube wilde geen muziek bij, dus helaas kan ik het liedje er niet onder zitten. We're going to Ibiza. Dus zet nu even deze weekvlog stop. Ga even naar Spotify, zoek het liedje We're going to Ibiza op.
start die en draai dan even verder. Dan heb je precies de muziek eronder bij het filmpje en dan is die nog net leuker. Mijn sjaal is af. 8 bollen Glory, Woolendix Glory, kleur 78 en hij is af. En hij staat zo leuk op mijn nieuwe jasje. Een heerlijke steek om te haken. Staat in mijn tweede boek. Bestel mijn boek. Of als je mijn boek hebt, haak hem vooral dit najaar. Zo'n leuke sjaal. Kijk, sjaal Gloria, die ik dus maak met ook de blauwe Woolendix. En het jasje is van Rino en Pelle. Ja, ik hou van dat merk gewoon. Dat valt net iets langer. Dus voor mijn lange armen is dat jasje. Heel fijn. Ik moet er nog niet even niet aan denken. Nog eventjes niet hoor, deze jasjes aan. Maar zo is die. Lekkere zakjes erin. Sjaal erbij. Hij kan natuurlijk ook zonder sjaal heel goed. Maar een sjaal maakt het altijd net even lekkerder. Vind ik altijd. Zo kan die ook zonder sjaal. Rino en Pelle. Gekocht bij Beaumont. Nieuwe collectie, dat wel. Het is geen echt bont. Er zijn geen dieren voor dood gemaakt. Dit zijn mijn nieuwe stofjes. Echt zo leuk met mijn grietjes. Dit is linnen, donkergroen. Dit is een hele mooie, ja, voor jurkjes of blousjes.
mooie zachte stof. En dit is een tricot met heel veel kleurtjes. Dus ja, ga even kijken wat ik daarvan wil maken. Maar ik ga hiermee aan de slag in de volgende maand vlog in ieder geval. En mijn vest, de kantjes zijn helemaal afgerond. De onderkant, alleen de mouwen nog niet. Want ik wil toch boorden hier aanmaken. Dus nou, wat zou het nog 10 centimeter boord zo ongeveer. En dan is die af. Dan is ook dit vest af. Misschien wel leuker met iets blauws eronder. Hoewel dit ook kan natuurlijk. Maar nu nog het patroon uitschrijven. In de zomer vind ik dat toch even een dingetje. Ik zit al zoveel achter de computer met mijn werk. En dan ook nog eens een keertje s'avonds of als het een vrije dag is. Dan achter die computer om patronen uit te schrijven. Dus als het iets minder weer wordt, dan komt die eraan denk ik. Super trots dat Trui Soleil zo'n ongelofelijke zomerhit is aan het worden is. Of nog steeds is. Hij wordt nog steeds besteld. Hij wordt nog steeds gehaakt. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dank jullie wel allemaal voor het bestellen van het patroon. Ik vind het toch wel een eer dat er zoveel belangstelling voor is. En dat mensen echt blij zijn als ze hem gehaakt hebben. Het is ook voor sommige mensen verslavend. Sommigen hebben er al zelfs 3 of 4 gehaakt. Dus ja, trouwens als je er een wit topje onder doet, zie je die dingetjes wel heel leuk. De vlindertjes. Dus dit kan ook. Vorige keer had ik een blauw topje onder, dan zie je het iets minder. Nog even een leestip voor jullie. Deze maand heb ik natuurlijk Phineas Feest van Sophie Tak uitgelezen. Maar ik ben nu ook al met deel 3 bezig van Marathons en eigenlijk Liefde Natuurlijk. Dit is deel 3. Oh, het gaat over Abigail. En de serie gaat over 4 vriendinnen, dus er komt hierna nog 1 boek. De boeken zijn geschreven door Suzanne Musquet. Ik kende haar niet, maar ik zag iemand hem tippen. Het zijn echte lekkere zomerboeken. Niet te veel over nadenken, niet te ingewikkelde zinnen. Maar ze schrijft wel heel leuk en heel pakkend. Ik heb het avontuur van Cleo al beleefd. Ik heb het avontuur van Kim al beleefd. En nu ben ik met Abigail bezig en daarna komt Sophie nog. Ze staan in de online bibliotheek, dus mocht je inspiratie willen voor deze zomer, ik beveel deze serie echt aan. Ze staan volgens mij ook als luisterboek erin. Dus je kan kiezen. E-boek, luisterboek. Altijd lekker met haakwerkje, luisterboekje op. Heerlijk. Volgende maand ga ik echt aan de slag met mijn doos van die ik binnen heb gekregen van Atelier Spully. Die heb ik besteld. Het is naaldvilten. Een workshop naaldvilten. En je maakt zulke schattige vogeltjes. Ik ben heel benieuwd of mij dat ook gaat lukken. Keurig ingepakt. Lief briefje erbij. Van Annemieke. Er zitten ook instructiefilmpjes bij. Dat vind ik ook leuk. Dus dat ga ik jullie volgende vlog ook laten zien. Voor de rest zit hij nu zo vol dat ik hem echt ga afsluiten. Want anders dan denk je ook, wat heeft de juf Sas allemaal te vertellen? Nou ja, genoeg. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze vlog. Inspiratie op hebt gekregen. Op allerlei manieren. Geniet nog van deze zomer. Het is vandaag iets minder weer, maar een beetje regen is ook goed voor de tuin, want het is erg droog. Maar geniet in ieder geval van vrije dagen als je die hebt, als je moet werken. Succes. Ik werk deze zomer ook gewoon door. Ik heb de vakantie al gehad, maar dat was eerder. Een mooie augustusmaand toegewenst. Ik zie je weer eind augustus. Tot dan. Tot juf Sas.